Maar wij hadden wel in 1971 de eerste wereldkampioen op het beeld. Ja. Ja. En wie was dat? Ja, ja, ja. Oh, ik hoor hem al. Dit is een hint. Ik hoor hem al. Je hebt zien natuurlijk niks. Had je hem hier maar bijwezen, Motten? Ik zal nog een hint geven. Je hebt zien leren motorpak vast aantrokken, ondanks de extreme hitte hier in deze enorme radiostudio. En, kun je me daarin ook horen? Heb je de helm op? Ja, hij start de motor. Jan de Vries. 1, 2, 3. Jan de Vries, dat was de grote man. Angel Nieto, die pakte goed aan. Met de titi op het derde schavot. Publiek waar u te schroeven, Ozean, die waar hot. Maar hij bleef goed voor beste vriend. Enige dat helpt, dat hij de winkel wint. Legende van toen, Jan de Vries. Is wereldkampioen. Van Veenkrijtler, 50 cc. In 73 weer dat bij titel nummer 2. Zo prachtig, zo klein en zo snel. 16.000 toeren tel. Zes versnellings en prachtig superstrak. Ons grote helm is in leren motorpak. Legende van toen, Jan de Vries is wereldkampioen. Ja, hij was fanatiek. Scheur op en brommer over de oude diep. Klein mansie, maar het paste krijgt. Een snelle start, ja, hij pakt al direct. Zes versnellings en prachtig superstrak. Ons grote held is in leren motorpak. Legende van toen, Jan de Vries is wereldkampioen. Versnellings en prachtig superstrak. Ons grote held is in leren motorpak. Legende van toen, Jan de Vries is wereldkampioen. Legende van toen, Jan de Vries is wereldkampioen. Jan de Vries, hij heeft wereldkampioen de Vries. Je bent de eerste motorwereldkampioen die Nederland ooit gehad heeft, hè? Ja. Nee. Hoe voelt dat? Ja, dat is wel prettig natuurlijk. Ja.